Hallo allemaal, welkom weer bij mijn kanaal en heel leuk dat jullie weer kijken. Ik heb een leuke tag vandaag voor jullie en de tag zag ik voorbij komen bij Vera Camilla. Die heeft zij zelf bedacht, echt een ontzettend leuke tag. En het heet de low budget versus high end tag. Nou, het zegt het al een beetje, er zijn 10 vragen die zij heeft bedacht over low budget versus high end. Nou, ik ga gewoon meteen beginnen met de vragen. De eerste vraag is, heb je het meeste low budget of high-end producten in je collectie? Nou, ik denk toch dat de overhand nog op low budget hangt. Ik heb best wel aardig wat high-end producten. Die zijn natuurlijk wel duurder, dus zou je het in geld uitdrukken, zou de high-end overheersen. Maar ik heb echt veel meer, low budget producten. Low budget of high-end mascara? Ja. Vind ik heel moeilijk, maar er is echt niks wat kan tippen. En ik heb hem hier even neergelegd aan de Chanel Le Volume mascara. Dus dan ga ik toch voor een high-end mascara. Want er zijn echt super goede budget varianten. Maar deze vind ik echt, daar kom ik altijd bij terug. En die gebruik ik toch al een aantal jaar. En er is gewoon geen één die ik heb gevonden, ook niet in een low budget, die echt deze kan overtreffen. Dus dan kies ik voor de high-end mascara. Dan de derde vraag. Low budget of high-end foundation? Nou, daar ga ik dus voor de low budget. Want ik heb niet zo heel veel high-end foundations. Ik heb eens BB Cream van Clinique. Die vind ik wel echt heel fijn. Dus dat is wat duurder segment. En nu de Baby Glow van Guerlain. Maar dat is niet echt een foundation. Dat is meer om een glow te geven. Die meng ik door mijn foundation. Het liefst. Dus dat kan je niet echt een foundation noemen. En ik ben gewoon heel blij met een groot aantal budget foundations. En de twee die ik hier heb neergezet zijn even mijn favorieten. De True Match Foundation van L'Oreal. En dit is de Healthy Mix Foundation van Bourjois. Die zijn echt heel erg fijn. En daarom kies ik dus voor low budget foundation. Nou, de vierde vraag. Low budget of high-end oogschaduwpalet? Dat vind ik een hele moeilijke vraag, maar ik kies toch voor de high-end. Ik heb heel veel low-budget producten van Essence, van Catrice, van Sleek, van Moa het meest. En die vind ik echt heel goed. Maar ik heb ook een paar oogschaduwpaletten van MAC en sinds kort van Too Faced. En die vind ik wel echt beter. Dus dan ga ik toch kiezen voor het oogschaduwpalet high-end. Er zijn hartstikke veel mooie low-budget paletten. Daar gaat het dus niet om. Maar ik kies dan voor de high-end. Omdat ik toch vind, vooral die van Too Faced, die heeft gewoon echt het beste pigment. En de mooiste color payoff, zeg maar. Echt, super. Dus ik verwacht dat bijvoorbeeld van Urban Decay. Maar dat gaan we natuurlijk nog proberen binnenkort. Want het is nu de dag volgens mij dat het is uitgekomen. Nee, morgen komt het officieel online. Dus ik ga ook zeker een palet van Urban Decay proberen. En die dan weer vergelijken met een MUA palet bijvoorbeeld. Want daar heb ik ook wel hele hoge verwachtingen van. Dus als je het hebt over low budget of high-end oogschaduwpalet, is het toch high-end voor mij. Nou, welk product koop je altijd van een low budget merk? Nou, daar kan ik heel echt, ik hoef er eigenlijk niet zo lang over na te denken. Ik heb er hier een stapeltje liggen. Dat zijn de lipliners. Lipliners heb ik geen één van high-end. Ik wil er nog wel heel graag één of een aantal misschien van MAC. Ja, dat is wel high-end. Maar tot nu toe heb ik heel veel Essence. Dit zijn ook allemaal Essence. En daar ben ik zo blij mee. En voor 99 cent ga ik echt geen lippotlood, terwijl die echt super goed werkt, geen lippotlood van €20 of zo kopen. En die van MAC zijn volgens mij 15. Nou, er zijn een aantal kleuren die ik wel heel mooi zou vinden. Maar voorlopig koop ik altijd lipliners of lippotloden van low budget. Ik heb echt geen high-end lippotlood. Die heb ik gewoon niet in mijn stash zitten. Nou, en welk product van een high-end merk? Ik koop zoveel verschillende producten, maar ik denk toch dat het dan op contour en bronzer aankomt. Want ik heb in het verleden wel een paar bronzers van budget gehad. En daar was ik echt niet tevreden over. En nu heb ik een aantal high-end bronzers van Bobbi Brown, van Smashbox,
van Chanel. En die vind ik wel echt zo mooi. Dus dan zou ik gaan voor de bronzers. Dus van de bronzers koop ik altijd high-end. Maar ja, wellicht kom ik in de toekomst natuurlijk nog een hele mooie low-budget bronzer tegen. Dat zou altijd heel erg mooi zijn. Nou, de zevende vraag hebben we nu alweer. Welk product had je altijd van een duur merk, maar heb je verruild voor een low-budget variant? Nou, vroeger had ik best wel wat verruild. Ja, goed. Ik vind het een beetje een moeilijke vraag, want het wil niet zeggen dat ik geen high-end meer ga kopen daarvan. Maar ik kies nu even voor de concealer. En dit is de concealer, is wel helemaal versleten van Collection. Namelijk, vroeger heb ik van de Touche Eclat, van Yves Saint Laurent, van Clinique, van Clarins, heb ik een aantal concealers. En eigenlijk sinds ik deze, ik denk anderhalf jaar geleden, uit Londen heb gekocht. Nou, denk ik van ja, dit is gewoon echt voor £4 een super concealer. Die eigenlijk niet eens, die andere tippen daar niet eens aan. Dus dan kies ik voor de concealer. Dat ik die dus heb verruild voor een low-budget variant. Nou, de achtste vraag is: van dit product begrijp ik niet waarom er nog geen low-budget variant is. Nou, dan ga ik toch eigenlijk voor de contourpaletjes. Want het contour is heel erg hip en happening. Hè? Dat is het jaar van de contouring, wordt wel gezegd. Ik vind het zelf ook hartstikke leuk om te doen. Een mooi resultaat geven. Dus ik ga er ook in mee in de trend. Maar ik vind niet dat er echt contourpaletjes zijn van low budget. Ja, je hebt wel losse highlighters, losse bronzers. Nou, de bronzers zei ik al, dat vond ik ook niet zo heel geweldig van low budget. Maar ik vind dat er nog niet zoveel is. En niet wat ik echt in de drogist echt zou hebben kunnen zien. Ik denk dat er qua online wel een aantal budget contourpaletten zijn die goed aansluiten of goed zijn. Maar ja, die, weet je, dat kan ik dan niet zien en dat vind ik dan lastig om te bestellen. Ik heb er ooit een van Sleek gehad, maar daar was ik ook niet zo heel tevreden over. Die heb ik ook weer aan mijn moeder gegeven. Dus ja, dus dan ga ik toch voor, alsjeblieft, low budget, Essence, Catrice of Rimmel, L'Oreal, breng een mooi contourpalet uit. Bij deze. Zou ik leuk vinden. De negende vraag is, er is geen luxe merk wat aan dit loopproduct kan tippen. Nou ja, ik heb even gekozen voor mijn Sleek blushes. Ik vind dit echt, ik heb hem hier eventjes erbij gepakt. Deze heeft zo'n mooi pigment. En ik heb nog 3 losse blushes ook van Sleek. Prachtig pigment. Blendt goed met de huid. Blijft goed zitten. En dat voor, ik geloof dat dit paletje dan €12 kost ongeveer. Nou ja, voor hè. Dus €4 per kleur. En als je ze loskoopt zijn ze volgens mij €5-6. Nou, dat vind ik gewoon echt een super prijs. En ze hebben hele goede blushes. Dus ik heb in totaal, als ik dit palet zeg maar meetel, 6 blushes van Sleek. Dus ik denk dat ik er wel redelijk oordeel over kan vellen. En die vind ik echt heel erg fijn. Tuurlijk heb ik ook high-end blushes. En die zijn ook hartstikke fijn. Maar als je kijkt naar de hele range van Sleek, absoluut hele fijne blushes zitten erin. Nou, en dan de laatste vraag. Verwen jij jezelf liever met 10 goedkope producten of met 1 duur product? Ja, dan ga ik toch voor het dure product. Want ik vind het gewoon heerlijk om naar de Douglas of de Easy Paris te gaan. En dan een hele mooie lipstick voor mezelf te kopen. Of een mooie bronzer. Of wat ik zei, laatst zei de Smashbox contourpalet wat ik heb gekocht. Of een heel mooi oogschaduwpalet van een duur merk. Ja, daar verwen ik mezelf. Dan heb ik meer het idee dat ik verwend word dan bij de goedkope producten, hè? En, nou, terwijl het eigenlijk misschien helemaal niet uit zou moeten maken. Maar ja, dan kies ik toch voor het luxe, gewoon qua gevoel. Het geeft gewoon een luxe gevoel, verwennerijgevoel meer. Dus ja, dan ga ik echt voor 1 duur product, absoluut. Dit was de low budget versus high end tag. Bedacht door Vera Camilla. Ik hoop dat jullie het ook een leuke tag vonden en dat jullie mijn antwoorden ook leuk vonden. Doe een duimpje omhoog, laat een leuke comment achter. Of abonneer je op mijn kanaal, dat zou ik echt hartstikke leuk vinden. Ik wil ook graag 3 mensen taggen waarvan ik weet dat ze zowel low budget als high end producten in hun stash hebben. En dat zijn Charmaine Serena, Shopping Sarah en Glamourista Girl. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!